Dit is mijn tikkering. Dit is het prikkenbeest. Die krijg je als je 5 prikken hebt gehad. En dit is het sleuteltje. De sleutel is voor als je de controleafspraak hebt. Zie je het? Als je als mijn voor onderzoek gaat, dan is het krijgen van de tiki voor haar een hulpmiddel en het maakt het hele onderzoek een stuk draaglijker. Tikkies zijn stoere bedels voor kinderen met een hartaandoening. Bij elke behandeling of elk onderzoek dat een kind ondergaat, krijgt het kind een bijbehorende tiki. Tikkies helpen kinderen bij het verwerken van hun ervaringen, maar kinderen krijgen ook een tiki voor hun moed en hun doorzettingsvermogen. Het verhaal van de tiki's gaat eigenlijk over het verhaal van de schatten van Rappatiki. Waarbij kinderen als ontdekkingsreiziger op een eiland hun verhaal eigenlijk vormgeven. Het verhaal van hun behandeling en hun onderzoek. Kinderen krijgen bij hun tikkering een persoonlijk logboek. En in dat persoonlijke logboek kunnen ze hun ervaringen opschrijven. Waarom ze allerlaatste tikkie die heeft gekregen is het huisje. Wat staat voor naar huis gaan, eindelijk thuis. Dat was voor ons na 10 weken ziekenhuis de mooiste die er kan zijn op dit moment. De tikkering heeft voor ons heel veel betekend. Voor Bram nog wat minder natuurlijk, omdat hij nog te klein is. Voor ons was die heel erg mooi om ook aan zijn broers, die van 11 en 6, tastbaar te maken wat er gebeurt met Bram. Zodra we thuiskomen van een onderzoek en Jasmijn heeft een nieuwe tiki gekregen, dan is het eerste wat ze doet, hangt ze hem erbij. En schrijven we iets in de logboek over wat ze heeft meegemaakt. En vooral online is dat natuurlijk leuk, want dan kan je het ook nog met andere kinderen delen. Deze tiki vind ik het mooiste, omdat er een hart is met een pleister. Dat het eigenlijk dan een beetje geneest.